bij ons voor de wedstrijd KSK Heist tegen Moes Kroen, trainer Sis Bossaerts. Sis, vorig weekend was wat we zouden kunnen noemen het weekend van Murphy. Zelf verloren tegen Sint-Niklaas, rechtstreeks concurrent. Alle concurrenten zijn gewonnen of pakten punten. Dan komen jullie op de laatste plaats, Rode Lantaarn. Hoe ga je daarmee om gedurende de week? Wat doet dat met een groep? Wel, als men ons vraagt of dat we in vorm zijn, dan kan ik zeker niet zeggen dat we uit vorm zijn. Want van de laatste vier wedstrijden hebben we er drie goede gespeeld. Maar tegen Sint-Niklaas, dat was echt beneden alle pijl. En ik denk dat de druk waar dat we mee om moesten gaan, dat die voor sommigen te groot was. Dat hebben we er ook uitvoerig aandacht aan besteed deze week. En gepraat en een analyse gemaakt. Plus dat we heel goed geschouwd waren waarschijnlijk. Dat er op de juiste mensen bij ons een zware druk kwam. Waardoor dat we niet tot voetballen kwamen. Dus ik denk niet dat het een kwestie is van niet willen. Maar op die moment een beetje onmacht van niet kunnen om beter te gaan voetballen. Maar we hebben dat goed doorgesproken. We hebben pittig getraind, zoals altijd. We hebben ook wat gesleuteld aan de veldbezetting. Alhoewel een veldbezetting, dat is heel dubbel. Alles staat of valt met de invulling van de posities. Hoe dat je de posities invult. Maar we hebben eraan gewerkt. En er is keihard gewerkt. Er zijn ook een paar wijzigingen in de ploeg. Maar dat heeft ook niet veel met prestaties van vorige keer te maken. We willen gewoon meer in de wedstrijd zijn. We weten dat we tegen een goede ploeg spelen ook vandaag. Maar dat is elke week zo. Maar er moet zeker een sfeer zijn en een wedstrijd afgeleverd worden. Waaruit blijkt dat er geen gelatenheid in die ploeg is. En dat we ons echt willen verzetten tegen wat ons voor het moment overkomt. Enkele wijzigingen in de ploeg, zeg je. Jannik Rijmenans is oud met een schouderblessure. Bart van den Broek keert terug in de kern. Hoe ziet die ploeg eruit voor vandaag? Wel, de verdediging zoals we meestal gespeeld hebben. Verleden jaar en ook dit seizoen een aantal keren. En dan met Jorn en Bart, Sigurd en Youssef. En Bram en Thomas, meer ga ik er niet over zeggen. Ja, we zullen wel zien hoe dat de zaken evolueren. Zoals ik zeg, een veldbezetting, dat is één. Maar de posities op de juiste manier invullen, ook de juiste looplijnen creëren tegen deze tegenstrever, dat is de grote uitdaging. Tegenstander vandaag is Moes Kroen. De laatste weken staan er bij Moes Kroen drie Belgen aan de aftrap. Provoost, Van den Driessen en Aljoté. De rest voor het merendeel Fransen. Senegalees, Costa Ricaan. Een ploeg totaal verschillend van Heist. Een ploeg die ook wel eens de B-ploeg van Lille wordt genoemd. Wel ja, Mark Hamels heeft de vrijdag nog meer dan 300 kilometer gereden om mij een verslag te bezorgen. Ook de vorige match was geschouwd. Maar dat wil niet zeggen dat wij ons aanpassen. Sommige mensen denken dat verkeerlijk, dat wij ons aanpassen aan de tegenstrever. Wij willen onze spelers wel maximaal informeren over de tegenstrever, maar nooit aanpassen. En we willen ook geen systeem opdringen van 4-5-1 of 4-3-3 of wat weet ik allemaal. Tegen Sint-Niklaas is dat heel anders uitgevallen dan dat we dachten. Tegen Moes Kroen dus een atletische ploeg. Als je ze een foto van neemt, zou een rugbyploeg kunnen zijn. Atletisch, sterk. Maar waarin ook heel veel snelheid in die ploeg. Maar we hebben toch gezien aan die beelden, ook de wedstrijd op Belgacom goed bekeken, dat met de juiste looplijnen en in de ruimtes gaan waar dat ze het niet graag hebben, zoals Lommel dat deed, dat die toch ook Moes Kroen heel veel pijn hebben kunnen doen en dat de wedstrijd ook daar heel anders had kunnen verlopen. Jullie gaan dus uit van de eigen kracht, heb ik begrepen. Nog even over Moes Kroen. Is het ook een viriele ploeg? Want de ploeg heeft op 14 wedstrijden 7 rode kaarten gepakt. Dat is gemiddeld om de 2 wedstrijden een rode kaart. Hebben wat technische capaciteiten, zoals je zegt, atletisch. Maar spelen ze ook viriel voetbal? Ja, het zijn echte profs. En bij profs zie je wel heel dikwijls viriel voetbal. Je moet de beelden van de Champions League maar eens bijnemen. Dus de ploeg wordt volledig gestuurd vanuit Rijssel. En ik denk niet dat ze daar met watjes bezig zijn. Dat daar echt viriel spel wel bij hoort. En ik denk dat we ook weer vandaag een goede wedstrijdleiding. Daar kunnen we het zeker nooit niet op steken. Dat we met Ottevaren Tom een goede scheidsrechter hebben. En ik vrees daar niet voor. Wij moeten ook zien dat we geen lammetjes zijn. En zeker onze voet zetten. En uit alles laten blijken dat wij ook deze wedstrijd willen winnen. Dat we ze dan gaan winnen, dat is een andere zaak. Maar de wil, die moet er zeker zijn. En dat moet uitstralen op de toeschouwers. Zodanig dat we niet verder in een negatieve spiraal komen, maar dat we echt samen onze rug richten. Oké, bedankt Sis en op naar de drie punten. Graag gedaan.